Hallo, ik ben Anne den Teuling, psycholoog. En ik ben Stefan Kraai, kinder- en jeugdpsychiater. Binnenkort komen u en uw kind naar karakter voor een eerst gesprek. Dat noemen we een intakegesprek. In dit filmpje leggen we uit wat u kunt verwachten. Het intakegesprek helpt ons om te begrijpen wat er met uw kind aan de hand is en hoe we u daar zo goed mogelijk bij kunnen helpen. Voorafgaand aan dit gesprek hebben we een vragenlijst toegestuurd en we hebben ook informatie ontvangen van de huisarts of van het consultatiebureau. Bij het gesprek zijn meestal twee behandelaren van karakter aanwezig. Een van deze twee is de behandelcoördinator en die is het aanspreekpunt voor u als ouders, maar ook voor andere betrokkenen rondom uw kind. We starten gezamenlijk. Graag horen dan van u welke problemen u bij uw kind ervaart en waar u zich zorgen over maakt. We zullen ook de antwoorden bespreken die u op de vragenlijsten gaf, die we u eerder toestuurden. Daarna zullen we u vragen om samen met uw kind een spelletje te doen. We observeren dan hoe uw kind reageert. Soms gebruiken we daarvoor een spiegelwand. Zo storen we u en uw kind niet tijdens het spel. Na het intakegesprek bespreken we met u hoe wij denken dat we u en uw kind het beste kunnen helpen. Dat kan zijn door een behandeling te starten. Soms willen we nog wat extra onderzoek doen. En soms zullen we met u bespreken of een andere organisatie mogelijk passender is. We hopen dat we een goede indruk hebben gegeven van het intakegesprek.